Een jaar of drie, vier geleden kwam het niet voor dat een allochtone jongere in elkaar getrapt en geslagen werd. Dat hebben we nu enkele malen gezien. De politie maakt zich zorgen over de toename van het geweld door extreemrechtse jongeren in Groningen. Naar aanleiding van incidenten, zo'n 3 jaar geleden rond Stadskanaal, is de situatie provinciebreed in kaart gebracht. Daaruit blijkt nu dat de rechtse groeperingen het meest voorkomen in Oost- en Noord-Groningen. Koploper is Stadskanaal, gevolgd door Winschoten, Veendam, Vlagtwedde en Eemsmond. De groepen hebben onderling contact met elkaar. Je ziet dat bijvoorbeeld de groepen uit Winschoten, die hebben ook weer contacten met mensen uit Veendam. Uit Stadskanaal zie je dat het zich meer richt op Noord-Drenthe. Het rapport werd vandaag tijdens het regionaal college besproken. Daarin zitten politie, justitie en alle Groningse burgemeesters. Waren extreemrechtse jongeren in het verleden anoniem betrokken bij het bekladden en vernielen van auto's en gebouwen? Tegenwoordig opereren ze steeds vaker in het openbaar. Intimiderend door de winkelstraat lopen, op een marcheerachtige manier. De uitingen van rechtsextreme uitingen, Heil Hitler roepen. Dat heeft een knap intimiderende indruk op burgers. Bij verschillende incidenten waren de laatste tijd 126 personen betrokken. De politie heeft een goed beeld van de situatie en houdt de zaak scherp in de gaten. Als er bepaalde uitingen zijn die strafbaar zijn, dan zullen we daar waar mogelijk ook de jongeren daarvoor aanhouden.